Ja, ik stel mij gewoon vast en dan mag je daarop reageren dat jullie zeer verdiend hebben gewonnen vanavond. Dat denk ik ook. Ik denk dat je in minuut 80 eigenlijk al met 4-1 voor moet staan als je de kansenverhoudingen bekijkt. En, nou ja, dan kom je nog goed weg in de laatste minuut. Maar ik denk wel dat wij heel erg verdiend gewonnen hebben vandaag. Ja. Ja, goed weg, want er zijn altijd op zo'n avond verhalen. Bijvoorbeeld het verhaal van Asjebar, die weinig goed doet, maar een geweldige goal maakt. Die ook gelijk kan maken, maar jij ligt ook vaak in de weg. Dat is nooit toeval in de sport, volgens mij. Nee, daar heb je gelijk in. En, ik weet dat Anas dat soort dingen kan doen. En, nou ja, hij schiet hem fantastisch binnen. En ik ben blij dat wij gewoon deze wedstrijd gewoon over de streep getrokken hebben. En wat dik verdiend is, ja. Ja, sluipt er toch twijfel in een ploeg als je meer kansen krijgt en niet die goals maakt bij jullie vanavond? Ja, in die fase zitten we denk ik ook wel een beetje. We hebben een slechte periode gehad en we hebben tegen Willem II wel weer een tweede helft gespeeld wat gewoon goed was. Maar dan zijn er wel kleine dingetjes als je dan niet uitloopt van dat er misschien een beetje twijfel in de ploeg sluipt. En vooral in de Kuip wat dan achter de ploeg gaat staan. En, dan hebben we daar wel gewoon goed op gereageerd en het over de streep getrokken. En nou is voetbal een ongelooflijk rare sport. Hè? Ben je zelf ook het voorbeeld van iemand die hoogte- en dieptepunten meemaakt in een carrière, in een mensenleven. Maar dat geldt voor heel veel mensen. Hè? Kun je nou verklaren dat jullie thuis van Feyenoord zo dik verliezen dat het bij rust 0-5 is en hier zo makkelijk winnen? Kun je dat analyseren voor ons? Nou ja. Valt het te analyseren? Nee, ik denk dat het niet te analyseren valt. Heeft zoveel factoren wat daar een rol in spelen. En, nou ja, wij zaten toen echt in een hele slechte fase. En, het is gewoon heel moeilijk te zeggen waar het aan ligt, denk ik. Wat zie jij als je naar je oud-ploeggenoten kijkt vanavond in het veld? Je ziet wel een beetje dat ze drie wedstrijden volgens mij, of twee, drie wedstrijden niet gewonnen hebben. Dat er wel een druk op staat. 1 nu uit de laatste 5. Nee, daarom. En bij een club als Feyenoord kan dat niet. En, nou ja, dan weet je dat ze eigenlijk er volop gaan klappen. En, nou ja, als je dan met 1-0 de rust in gaat en daarna met 2-1 hier van het veld afstapt, dan staat hij een zeer tevreden Erwin Mulder. Ja, want daar richt jij je op Heerenveen en die zegen. Toch, hè, je hebt hier gespeeld, hebt ook crisissen meegemaakt. Hoe moeilijk is het om daar uit te komen als sportman, als ploeg, met een coach? Gewoon hard blijven werken en vertrouwen in elkaar hebben. En dan, Feyenoord heeft gewoon een goede selectie. Als je ziet, die hebben gewoon een betere selectie dan Heerenveen. En alleen, het komt er nu even niet uit. En gewoon vertrouwen hebben, dan komt het denk ik wel goed. Is het voor jou, ben je helemaal vrij van revanchegevoelens als het om deze club en deze zegen gaat? Nee, de enige revanchegevoelens heb ik gehad dat we de eerste wedstrijd met 5-2 verloren hebben. En dat wou ook gewoon nu zeker niet gebeuren en dat we deze wedstrijd gingen winnen. Dus dat is de enige revanchegevoel. Dus ik weet waar je op doelt dat ik... Ik wil niet iets specifieks op doelen, maar gewoon vanwege je vertrek hier en zo. Nou ja, maar Feyenoord is Feyenoord. En Feyenoord zal altijd warm in mijn hart blijven. En Feyenoord, de club Feyenoord is Feyenoord. En er zijn mensen waar ik wel denk van... Wat niet netjes is gegaan. Je doet op de technisch directeur die hard was aan jouw vertrek, Martin van Geel, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, maar er zijn nog wel meerdere mensen. Dus niet alleen Martin. En, wie nog meer dan? Nou ja, dan weten die mensen wel wie ik bedoel, denk ik. En ik wil helemaal niet daarover gaan praten. Ik bedoel, die dingen liggen achter me. En Martin heeft gehandeld hoe hij denkt dat hij moet handelen. En dat is zijn goed recht. En ik speel nu Veren en we hebben gelukkig met 2 gewonnen hier. Ja, dan ben je ook gewoon de sportman die hartstikke blij is na afloop. Logisch, toch? Tuurlijk, wat ik zeg, Feyenoord mag voor mij alles winnen. Behalve de 2 wedstrijden tegen Veen. Dat hebben ze wel 1 keer gedaan en nu hebben wij gewonnen. Ja, nou ja, fijne avond dan. Maar ja, wij in deze regio zijn een beetje in verwarring. Maar snap je ook, dat weet je ook als je hier gespeeld hebt. Ik begrijp het, maar ik ga wel een drankje doen.